kunstzorg bij Staatsbosbeheer en Stichting Kunstenaar. Jo, ja, allemaal. Ja, mooi zo. We hebben ook enorm ons best gedaan op een schilderij dat de harmonie verbeeldt tussen de natuur, Noordwijk en Noordwijkerhout. Het is toch gewoon een soort kindertekening? Een soort, zeker. Het is een verbeelding zoals die bij kinderen ook voorkomt, maar dat moet je durven. Hè? Maar ik begrijp dat op dit terrein, daar liggen uw talenten niet. Ik heb het gevoel dat we toch heel ver zijn gekomen. Heel breed vlak hebben wij bestreken en we hebben succes gehad om verschillende stijlen met en de actualiteit te verbinden en met de elementen. Dus ik vind wel dat we ver zijn gekomen. Oppervlakkig gezien zul je de diepere gedachten erachter niet meteen eigenlijk herkennen, maar ja, bij een schilderij moet je natuurlijk wel een beetje uitleg geven, vooral voor mensen die dat niet gewend zijn, die kunst ook niet snappen en zo. Dat zijn we best van plan om te doen, hoor. Ja. Dus als Noordwijk en Noordwijkerhout iets samen doen, zeg maar gebroedelijk, zeg maar enorme samenwerking, dan komt dit eruit. Nou, veel meer nog. Dit is maar een begin. Ja, heel veelkleurig palet. Zelfs al is het maar in twee kleuren. Hè? Maar er zit heel veel in. Precies. En wat vindt u van de andere kwaliteit van kunst in Duin? Nou, ik ben wel heel ontzettend blij dat dit opnieuw wordt georganiseerd. En dat vooral ook kinderen eigenlijk hier een heel belangrijke rol spelen. Zij bewijzen eigenlijk dat kunst geen grenzen kent. En dat is een mooie les voor ons. Dit is niet de eerste keer dat u hier bent, burgemeester Goethart. Wat vond u van de vorige edities? Nou, de vorige keer die is nog te zien in de totempalen die overal in het duingebied staan. Dat was een groot succes. En daarom vind ik het ook heel leuk dat we dit kunnen herhalen op deze manier. En ik hoop dat er heel veel Noordwijkerhouts en Noordwijkse jongeren hier elkaar ook kunnen ontmoeten. Om samen die kunst te beleven in de duinen. Met de kettingzaag, eigenlijk omdat ik een beetje lui was. Ik was het zat om met het bijteltje al het werk te doen. En natuurlijk op internet zie je de filmpjes en denk van ja, dat is toch wel heel mooi. En toen ik het ben gaan doen, ben ik erachter gekomen hoe mooi dat spanningsveld is tussen het grove werk met een best wel gewelddadig apparaat. En dan proberen iets moois daarmee te maken. Dat contrast ertussen, ja, dat ben ik steeds meer gaan waarderen. Wat biedt Kunst in Duin? Nou, Kunst in Duin biedt natuurlijk sowieso een prachtige natuurlijke omgeving. En in die natuurlijke omgeving staat heel veel kunst. Er zijn allerlei verschillende kunstdisciplines vertegenwoordigd. Dus hou je van schilderen, kom je aan je trekken. Hou je van beeldhouwen, zie je fantastische beelden.
Hou je van hele bijzondere dingen als textielkunst of installaties? Er is echt voor iedereen van alles te bekijken en te doen. Nou, de meeste kunstenaars zijn hier al geweest, want Kunst in Duin is nu in de derde editie alweer. Dus die waren heel enthousiast en renden ook gelijk naar hun oude plek, zal ik maar zeggen. En een aantal nieuwe kunstenaars die ik spreek zijn eigenlijk verbaasd over het hoge niveau. En natuurlijk ook over de plek, want je kunt wel foto's sturen, maar als je dan in werkelijkheid de plek ondergaat, dan zeggen ze ja, dit is zo uniek en zo fantastisch. Dus ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat ze zo enthousiast reageren allemaal. Ik denk dat er nu zo rond de 50 zijn, er druppelen er nog wel wat binnen. Dus al met al hebben we echt een groot en hoogwaardig aanbod van kunstenaars. We weten natuurlijk van de kunstenaars die de vorige edities hebben meegedaan wat zij voor ons in petto hebben. Maar we hebben ook echt een aantal nieuwe kunstenaars geselecteerd. Daar hebben we een commissietje voor ingesteld. En dan kijken we echt heel goed van wat zou een toegevoegde waarde aan het festival zijn. Ik maak een zee in het bos. En... De losse planken die moeten een overgang voorstellen tussen langzaam de zee en het bos. Als je in de Turbo Sarmaticus loopt en je kijkt hier doorheen, dan zie je dus zee, bos, zee, bos, zee, bos. Totdat eigenlijk uiteindelijk binnen ingekomen het bos helemaal verdwijnt, want hier sluiten de delen zich. En als je binnenkomt, dan zie je alleen nog maar de zee. Ik ben gek op de zee te schilderen. Dat doe ik al heel lang hier op het Vuurtorenplein in Noordwijk. En ik heb van de zomer, nou dat is niet waar, vorig jaar heb ik aan vrienden een schilderij verkocht. En dat schilderij, daar waren ze zo verschrikkelijk blij mee. En als dank kreeg ik een heel mooi sieraad, deze schelp die ik om heb. En deze mensen zijn natuurmensen en die vertelden mij, dat heet een Turbo Sarmaticus. Die schelp die wordt... gevonden in de wateren van Zuid-Afrika. En ik was verschrikkelijk blij met dat mooie sieraad. En ik wilde altijd al iets doen met Kunst in Duin. Met schilderen. Maar iets meer dan alleen maar wat ik voorgaande jaren deed met mijn ezeltje het bos ingaan. Ik wilde het liefst gewoon ook wat fysieker bezig zijn. Want ik was altijd jaloers op die woodcarvers. Die waren de hele dag met grote kettingzagen bezig en fysiek zwaar werk aan het doen. En toen dacht ik van, dat hoort veel meer bij Kunst in Duin dan gewoon met mijn ezeltje dat bos in gaan en schilderen wat ik zie. Dat doe ik het hele jaar eigenlijk al. En toen zo langzamerhand ontstond het idee om iets te maken wat met mijn passie zee te maken heeft. Wat te maken heeft met mijn passie voor... Oude telefoons in hun natuurlijke omgeving. Moet je denken aan een kroeg of een oude school. Vroeger hingen die telefoons daar aan de muren. En daar kon je dan mee bellen. Het is tegenwoordig niet meer. Iedereen heeft een mobieltje. En wat ik zo leuk vind van die telefoons. Rondom zo'n telefoon hangt altijd een heel verhaal. Mensen die schrijven daar nummers bij op. En die hartjes, verliefd op die. Er zit een hele geschiedenis. Rondom zo'n oude telefoon. Met van die beduimelde bladzijden van die telefoonboeken eronder. Nou, dat samen met mijn passie voor de zee en de passie voor de telefoon. En toen die schelp die ik kreeg, ontstond in één keer het idee om dit te maken. Ik wilde gewoon de wijdheid van de zee, die voor mij die eigenlijk gewoon onsterfelijk is in mijn ogen. De zee gaat altijd maar door. Die oneindigheid, daar hou ik verschrikkelijk van. En het bos daarentegen heeft voor mij juist een enorme beslotenheid. En sterfelijkheid. Bomen gaan dood, bladeren vallen. Het gaat voorbij. En die beslotenheid versus die wijdheid van die zee. Om daar uitdrukking aan te geven, heb ik dit bedacht. Als je mijn telefoon hier oppakt in de duin, dan hoor je de zee. Dus daarmee benadruk ik eigenlijk weer het feit dat de zee hier is. We'll be right back.
Zuidwolde weer is hartstikke blij met Kunst in Duin. Het is ook een prachtig festival wat voor Noordwijkers, Noordwijkerhout, dus een geweldige gelegenheid is om een prachtig stukje natuur te gaan bekijken. En een hele mooie kunstenaars die echt fantastisch mooie dingen maken. Wat heb ik gemaakt? Ik heb een beeld gemaakt en dat heet Inner Space Out. En dat is een verwijzing naar in outer space. Maar het gaat ook over de binnenruimte. Hè? Dus inner space out, dat je de binnenruimte naar buiten brengt. En het is ook een beeld waar je in kan staan. Je kan erin klimmen. En dus zodoende kun je dus de binnenruimte beleven. En 's avonds schijnt er een zwaar licht naar buiten. En overdag valt het licht van buiten naar binnen. En kinderen kunnen erin klauteren en klimmen. Dus het is een gebruikersvriendelijk kunstwerk. Het is gemaakt van piepschuim. De basis. En dat piepschuim heb ik bewerkt met een gloeidraad. Dus dan gloeien eigenlijk die profielen erin. En daarna is er een PVC-coating overheen gegaan. Dat is heel hard spul. En hufterproof ook. En weersbestendig. En daarna is het zilver gespoten. Nou, ik ben best wel verrast door het eindresultaat. Want ja, als je aan zo'n project begint, is het toch één groot avontuur. Je begint ergens aan en je weet niet waar het schip zal stranden. En ik moet je wel bekennen dat de eerste week toen ik met die enorme blokken in die hal stond waar ik het gemaakt heb, dacht ik wel af en toe, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Want het was zo groot en zo kolossaal dat ik dacht van ja, misschien heb ik mijn hand een beetje overspeeld. Maar ja, het is binnen een tijdsbestek van 6 weken heb ik het gemaakt. Dus dat viel nog wel mee. Maar er zat een behoorlijke tijdsdruk achter. Het moest gewoon klaar zijn voor... Voordat André Kuipers gehuldigd werd. En dat is allemaal keurig op zijn pootjes terechtgekomen. Het is zo dat Space Expo, dus het museum naast Aztec, die zijn zeer geïnteresseerd. En die willen het heel graag op hun terrein hebben. Dus daar ga ik komende week mee praten. Ja, ik heb het Kinderkunstdorp dat hier ja, zo mooi en actief bezig is, heb ik georganiseerd. Dus we zijn de hele week bezig geweest een vrijplaats voor kinderen te organiseren waar ze met allemaal natuurlijke materialen aan de slag konden om een mooie kunstwand te maken. Ieder kind dat hier kwam kon een deeltje maken van een groot kunstwerk. En ja, daarna zijn er diverse workshops geweest. Dus kinderen konden hier de hele week van alles doen. Echt variërend van een workshop van KidsClicks, natuurfotografie, dus met een professionele fotograaf de natuur in. Tot aan beeldhouwen in speksteen. Maar heel veel kunstenaars die hier ook op het Kunst in Duin Festival zitten, die hebben zich daarvoor geleend. Dus ook echt om die verbinding te leggen tussen ja, de rest van het festival en wat zich hier afspeelt. Ja, dus heel variërend. Uiteraard wilde ik de kinderen kennis laten maken met de natuur. Maar normaal gesproken is mijn werk ook dat ik bij de natuurschool werk. Dus het is mijn grote passie om kinderen inderdaad op een hele leuke, speelse manier in contact te brengen met de natuur. En dit is natuurlijk een fantastische manier. Nou, er hebben zo'n 300 kinderen uit Noordwijk en Noordwijkerhout hebben deelgenomen aan een duinpaletpad. Een kunstroute met een opdrachtentas. En die was bedoeld om kinderen te inspireren om met kunstenaarsogen naar de natuur te kijken. En dat is gelukt, want er zijn 7 prachtige inzendingen gekomen. Die kinderen dus echt met de hele klas hebben ze aan een gezamenlijk kunstwerk gewerkt. Dat helemaal is gemaakt van natuurlijke materialen. En ja, ik ben druk bezig de stemmen te tellen. Zo dadelijk is de prijsuitreiking. En ik ben erg benieuwd wie er gaat winnen. Maar de derde is groep 4 en 5 van de Klaverweide. Applaus. Ja, die hè? Deze is het. Ja. Okay. Alsjeblieft. Applaus. Prachtig gemaakt. Dankjewel. Op 2 is geëindigd groep 5 van de Jutter. Yay! Dat zijn die lekkers. Ik hoor het al. Ja. Dat gaan we elkaar terug. Leuk. Moet ik even omdraaien. Zo, ja. Super. Ja. Okay. Laat u... Ga je even naar de camera? Even naar de camera. Dan leer je gelijk wat het is. 5A van de Bronkerschool heeft gewonnen. Yay! Hey, hey, hey. Ja, mensen. Wat hebben jullie gemaakt? Linkie. Oh.
Zoals ik misschien al gezegd had, was voor het eerst dat ik op dit formaat werkt. Ja, dat is goud. Ik wil nog wel een week blijven. Ik heb een idee in mijn hoofd. En het is altijd afwachten of dat uitkomt. Of dat past in de stam die je toegewezen krijgt. Ja, en ik vind het idee heel mooi eruit gekomen. Mooie grote ogen, mooie scherpe neus, grote bek erin. Tanden zijn goed weergegeven. Ja, en ook de lijnen die er allemaal uitvloeien. Ja, ik ben heel tevreden erover. Technisch moeilijk is het uithollen. Ik heb hier natuurlijk een heel stuk uit moeten zagen. En wat je in principe doet is allemaal kleine laagjes zagen. En dan ja, is het met het breekijzer ze eruit halen. Maar vooral om het mooi glad te krijgen erachterin is erg moeilijk. Ook het kommetje wat hier is, ja, dat is ook wel moeilijk. En strakke lijnen zagen. Ik heb een elektrische kettingzaag. En een elektrische kettingzaag is aan of uit. Dus je hebt geen toerental wat je kan controleren. Dus als je hem neerzet en je zet hem aan, gaat hij altijd zoeken. Zo'n motorzaag, ja, die zet je op hele lage toeren erop en dan voer je hem gewoon op als je die lijn gaat zetten. Dus ja, dat is vrij lastig. En ja, zo strak mogelijk die curves erin zien te krijgen. Dat is best lastig om dat voor elkaar te krijgen. Ik vind het leuk om uitleg erover te geven, mijn verhaal erover te vertellen. De rest van mijn spullen te laten zien. Dat is leuk juist om mensen, ze zijn ook oprecht geïnteresseerd. En het is goed om de reacties te horen. Het zit er bijna op. Ja, zeker jammer. Ja. Over 2 jaar weer hoop ik, dan sta ik hier weer. Mijn vorige was dat de grootste. Nu is dit de grootste, dus je weet wat het over 2 jaar gaat worden. Dan wordt het een hele boom.